Ik herkende het eigenlijk gewoon meteen. Het ziet eruit als een stukje hout. Ja, daar lijkt het inderdaad best wel veel op. Ja. Maar jij herkende het meteen als wat? Als botscherf. Nee, dat is zeker geen hout. Dat heeft Jan heel goed gezien. Maar we kunnen zien op de manier waarop het gefossiliseerd is, als het ware versteend, in de bodem bewaard is, dat dit uit het ijstijdvak moet zijn, uit het Pleistoceen. Dit zand is vele duizenden jaren geleden door de Rijn naar de Noordzee gevoerd. De Noordzee was toen nog geen zee. Maar één grote, kale, droge gassteppe. En daar leefden mammoeten, steppenvicenten, reuzenherten, leeuwen en hyena's in overvloed. En ik vermoed dat dit een stuk bot is van een heel groot beest, waarschijnlijk van een mammoet. En hij heeft het vanochtend opgeraapt van de zandmotor. De strandspeurdag van het Rijksmuseum van Oudheden begon gisteren regenachtig. Maar amateurarcheologen kwamen toch met bijzondere vondsten terug. Hier ligt 20 miljoen kubieke meter zand dat 10 kilometer uit de kust komt. Dus eigenlijk uit dat Doggerland. En in dat zand zitten die resten van honderdduizenden jaren bewoning. Dus je moet wel een beetje een oogontwikkeling. En je moet eigenlijk wat uren maken, wat kilometers. Maar er is best een grote kans dat je stukjes gaat vinden. Ja, ik heb een prachtige paleolithische kling gevonden van de Neandertaler. Dus ik denk 40, 50.000 jaar oud. En ineens in mijn ooghoek zag ik hem liggen. De Neandertaler heeft dat gemaakt. En dat is toch wel zo oud. En dan, ja, dat is wel heel erg speciaal. En wie vindt er nou een mammoet op zo'n regenachtige dag? Jij. Het was de eerste klas van Mulo, de meisjesmulo waar ik zat. En een meisje dat naast me zat, vond ik heel erg leuk. En nu achteraf weet ik dat daar erotische elementen in zaten, maar je deed er niks mee. De 84-jarige Magda Reumkens is maandag uitgeroepen tot Mrs. Senior Pride 2021. De Leidse zet zich ondanks haar hoge leeftijd actief in voor de acceptatie van roze ouderen. Ze doet dit door haar eigen verhaal te vertellen aan scholieren en studenten. Ik weet dat ik heel erg weg was van een paar krulletjes die ze in haar nek had. Alleen dat al. En nu zeg je, mijn god, had je toch moeten weten dat dat hetzelfde was als vlinders in je buik. Nee, dat was het. Dus in die zin heeft het bij mij nooit een plaats gehad in mijn leven. En ik bleef wachten op de grote liefde waarop ik verliefd zou worden. Uiteindelijk ben ik dan tegen de oudste broer van dat vriendinnetje aangelopen. En hij tegen mij. En we hebben het echt een behoorlijk aantal jaren goed gehad. Het huwelijk hield geen stand. En kort na haar scheiding veranderde het leven van Reumkens voorgoed. Een jaar, een half jaar daarna kwam ik tijdens mijn werk een vrouw tegen waarop ik hals over kop en overdonderend verliefd werd. Nou ja, en dan ben ik daar nu al 43 jaar mee samen. Met Mina naar zij blijft Reumkens zich inzetten voor haar leeftijdsgenoten. Iets dat ook in 2021 nog hard nodig is, vindt de tachtiger. Op het moment dat mensen van mijn leeftijd en mijn geaardheid verzorging, hulp nodig hebben, heb je contact nodig met anderen die vrij dicht in jouw intieme leven komen. En om dan weer ongewapend de wereld tegemoet te treden, die wereld van hulp, met deze lading, dat brengt heel veel mensen, dus van mijn generatie, tot een soort terugstappen in de kast. Nou, dat vind ik eigenlijk in en in triest. En ik weet dat ik zelf die angst ook heb. Ja! Heb je een beetje zin in? Ja, ik heb er wel zin in, ja. Hoeveel ga je eruit halen? Ik hoop alles.
Ze gaan plastic verzamelen. Dus ze gaan met de afvalgrijpers gaan ze het plastic uit de Vliet halen. En dan morgen vertrekken we vanuit Leidschendam-Voorburg. De dag daarna een etappe van Den Haag naar Delft. En vrijdag de finale in Delft. Alles bij elkaar suppen de jongeren dus een flink aantal kilometers in hun laatste vakantieweek. Voor hun eigen plezier, maar zeker ook voor het milieu. Het is natuurlijk best een frustrerend onderwerp. Hè? Ook als je denkt aan de plastic soep die we hebben in de oceaan. Maar we proberen eigenlijk door mensen op een leuke manier daarvan bewust te maken. Dat ze ook in hun eigen omgeving daar gewoon echt wel een steentje aan bij kunnen dragen. En dat we langzaamaan met elkaar bewust worden van... Hé, die plastic tasjes zijn gelukkig al verboden. Maar ook dat kleine papiertje wat net even wegwaaide. Pak het toch nog eventjes op. Gooi het in de prullenbak. Kijk ook even naar je verzorgingsproducten. Bijvoorbeeld bodyscrubs en tandpasta's, daar kunnen ook microplastics in zitten. En die microplastics proberen de jongeren te vangen in dit sleepnet, zodat de TU Delft onderzoek kan doen naar de verspreiding ervan. Hoeveel denk jij dat ze jullie ophalen? Nou, zeker niet al te veel, omdat het niet zo heel groot ding is. Maar ik hoop dat ze wel een beetje plastic uit de Vliet gaan halen. Wat verwacht je aan het eind van de middag hier aan te treffen? Het is nu echt een test. Dit is de eerste keer dat we dus ermee gaan varen. We hebben hem vorige week getest op drijfvermogen. Dat doet hij goed. En nu gaan we kijken hoeveel we kunnen vangen. Ik verwacht dat we zeker wel iets gaan vinden. Want zoals we weten, plastic is overal. Maar hoeveel, dat zou ik nog niet durven zeggen. Want daarvoor is er ook echt op dit moment te weinig kennis vanuit de wetenschap. Mijn naam is Arie Feij, ik ben van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. En wij staan hier voor ons laatste project, vlakbij de Haagweg in Leiden. Hier zijn we 43 studio's voor jongeren aan het bouwen. Stichting Huisvesting Werkende Jongeren heeft momenteel 900 wooneenheden, kleine appartementen, studio's, eenkamerwoningen. Wij richten ons op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. En werken met tijdelijke jongerencontracten. Dat wil zeggen dat je 5 jaar bij ons kunt huren en maximaal nog een verlenging kunt krijgen van 2 jaar. Inmiddels is de situatie in Leiden qua grond behoorlijk aan het vastlopen. De problemen met jongerenhuisvesting nemen ook in de regio toe. Kleinere kernen die zijn in rap tempo aan het vergrijzen. Jongeren kunnen geen woning vinden. Ondanks dat er werkgelegenheid is, inmiddels hebben we ook signalen opgevangen vanuit Kaag en Braassem, of we daar willen komen kijken, of we iets kunnen doen aan de woningnood onder jongeren daar. We hebben inmiddels 2 stukjes grond op het oog. 1 in Roelof Arendsveen en de ander in Woubrugge. En dan gaan we kijken of we daar ook nog een paar complexen voor jongeren neer kunnen zetten. We denken uiteindelijk met 100, 150 woningen, studio's daar het probleem aardig te kunnen gaan oplossen. Vervolgens hebben we gesprekken gehad met mensen uit Bodegraven en Alphen aan de Rijn. Dus ja, je merkt eigenlijk wel dat het in de hele regio eigenlijk, het is een landelijk probleem. Maar wij gaan in ieder geval kijken wat we hier in Zuid-Holland kunnen doen om dat aan te pakken. Je zit heel erg dicht bij het centrum. Dus als ik zin heb in drukte of in reuring, dan is het echt bijna op struikelafstand. Maar dan kan ik hier toch weer een beetje terugtrekken. En het is hier heel veel groen, de mensen zijn heel erg leuk. Want je maakt allemaal een beetje hetzelfde door. Je klust allemaal gewoon echt helemaal zelf je eigen woning in elkaar. En dat is ontzettend gaaf. Hoe vaak hoor je dat nu, dat 72 woningen bij elkaar door de toekomstige bewoners zelf gebouwd worden? Dus dat is gewoon heel erg inspirerend, elke keer weer. Dat is het leukste, denk ik. Met z'n allen van dit gebouw hebben we wel al een groepsapp. Dus dan worden wel bijvoorbeeld dingen gevraagd van, joh, heeft iemand een ladder geleend of iets in die richting? Of hebben jullie misschien nog dit en dit liggen? Want ik heb dat eventjes nodig. En er is wel al een idee voor een soort van tour de chambre. Als iedereen klaar is, dat we dan iedereen een beetje een kleine rondleiding geven van, kijk, dit heb ik zo en zo ingericht om deze en deze redenen, want ik vind dit en dit vet. Het hele initiatief is eigenlijk om starters een betere kans te gunnen om op de woningmarkt te komen. Eerst krijg je een soort van jaar klussen. Nou goed, dat is dan nu 9 maanden verder voor mij inmiddels. Daarna huur ik het 2 jaar en daarna heb ik 5 jaar
een tijdwindow om het te kopen. En dan kun je voor kostprijs of tegen kostprijs kun je dan je eigen woning kopen waar je zo hard geklust in hebt. Nou, je krijgt wel een klusbudget, want Steenvlinder is een stichting. En zij hebben wel een budget voor iedere huurkoopklusser, laat ik het eventjes zo noemen, of voor elke kandidaat daarvoor. Maar dat is nooit genoeg om professionals in te kunnen huren. Dus je kunt er wel materialen van kopen, maar je kunt niet ook nog arbeidsloon erbij doen. Dat gaat gewoon niet. Het was één grote ruimte, ja. Klopt, geen woning, schijnende wanden, helemaal niks niet. Nou, ik heb heel veel hulp gehad van mijn vader. Hij is aannemer. Zij heeft al heel lang ervaring ook met wanden zetten. Gewoon eigenlijk alles klussen. Daar werd heel ontzettend veel van. Dus ik heb heel veel van zijn expertise mogen gebruiken. En ook heel veel vrienden en familie die komen helpen. Dat schiet ook wel, ja, dat scheelt ontzettend. Ik speel een klein beetje vals, ja. Ik speel een klein beetje vals. Nou ja, ik heb een handige cheatcode, laat ik het zo zeggen. Het is wel echt een onderneming om je eigen huis in elkaar te klussen. Dat is niet echt iets wat voor iedereen is weggelegd. Je moet er wel een beetje voor kunnen aanpakken en een beetje voor kunnen doorpakken. Maar verder, het is een gigantisch mooie kans. Absoluut. Dus als je starter bent en je komt een project als dit tegen, absoluut doen. Ja. Binnenkort hoopt Lucas op zijn lauweren te kunnen gaan rusten in zijn eigen nieuwe woning. Nou, het was altijd een heel gezellig sfeertje. Dat was super leuk. Het is gezellig en je wordt er ook nog eens fit van. Dat zijn al 50 jaar de belangrijkste ingrediënten van de Leidse Zwemvierdaagse. Ook dit jaar trokken zwemliefhebbers 4 avonden lang baantjes in het buitenbad van Zwembad de Vliet tijdens het evenement dat mede door corona in gewijzigde vorm plaatsvond. Nou, de naam was anders, of is anders, Leidse Zwemwaterweek. En dat betekende dat we op 2 plekken dingen organiseerden. Waar normaal gesproken op 2 plekken de zwemvierdaagse gezwommen werd, hadden we nu in de zeil workshops overdag. En hier hadden wij bij Zwembad de Vliet, waar we op dit moment staan, hadden we 's ochtends een recreatieve triathlon. En 's middags of 's avonds hebben we gewoon de zwemvierdaagse zoals die eigenlijk al traditioneel na bijna 50 jaar gezwommen wordt. Je moet 4 dagen zwemmen en wij organiseren het over 5 dagen. En in die 5 dagen moet je dus 4 keer zwemmen en dan moet je 4 keer 10 baantjes van 50 meter zwemmen. En daarmee heb je aan het eind van de week 2000 meter gezwommen. Ik heb al 45 keer meegedaan. Nou, het is gewoon heel gezellig, een sfeertje. En zeker omdat ik hier al 45 jaar zo'n beetje aan het bad sta. Dit is mijn tweede keer. Vorig jaar kwam dit langs en toen dacht ik, nou, is leuk. En nu heb ik iedereen meegetrokken. Hoe was het? 4 dagen zwemmen. Leuk. Dat heb jij een mooie medaille gekregen. Ja. Laat hem eens zien. Het Leids Theatergezelschap Veenfabriek brengt een nieuwe voorstelling Maria, Maria, Maria over de moeder van iedereen. Artistiek leider Juri Vos schreef zelf de tekst op basis van gesprekken met muzikanten en zangers die aan de voorstelling meewerken. Ik ben niet gelovig opgevoed. Maar mijn oma had een huis, een pastorie in België, en er stond een groot Maria-beeld in de muur van het huis. En dat vond ik altijd een prachtig beeld, wat me heel veel rust gaf. Maar het begon met denk ik dat Bastiaan, de componist, muzikaal leider, wilde heel graag iets met de Cantigas de Santa Maria doen. Liederen uit de middeleeuwen, door Alfonso de X verzameld in Spanje, in de 12e eeuw. En dat zijn 300 liederen die vertellen over de wonderen van Maria. En dat is denk ik het startpunt geweest. Ja, vanuit daar wilden we deze voorstelling maken. Ja, het is muziektheater van de Veenfabriek. Dus
Het is geen musical, maar er wordt wel veel in gezongen. Veel muziek in gemaakt en in gepraat. Ja, het is muziektheater. Het is een eigen genre. En er zijn verschillende verhalen die we daarvoor gebruiken. Verhalen over het leven van Maria zoals dat in de Bijbel staat. En zoals het in de Koran staat. In de Bijbel wordt ze maar 12 keer genoemd bij naam. En in de Koran zo'n 70 keer. Dus er is meer informatie te vinden over Maria. Het gaat over die verhalen. Het gaat een deel, klein deel, maar in de muziek vrij veel over de Maria uit de middeleeuwen. Dan is ze een soort superwoman. Kan ze allemaal wonderen verrichten. Allemaal gekkigheid uitspoken. Werd ze echt de superster van het katholieke geloof. En het gaat ook over de Maria die we nu nodig zouden hebben misschien. En de paus heeft dit jaar gezegd in maart, en dat is al vaker gezegd, maar Maria is de moeder van alle mensen. Ook van degenen die niet bidden, ook van de niet-gelovigen. Dus het is ook de ondertitel van onze voorstelling. Dat gaat over haar en haar kinderen. Met haar kinderen bedoelen we iedereen. We niet alles begrijpen in de wereld. En dat we van elkaar houden. Maar dat er ook ellende is en mensen doodgaan. En dat we, ja, ondanks het alles, ja, troost kunnen vinden bij elkaar. Ik denk dat spiritualiteit bestaat, los van of dat geloof allemaal, die religie, al die regeltjes allemaal precies kloppen. En ik denk dat die spiritualiteit in de muziek zit. En dat we die daarmee kunnen aanraken. Ja, en andersom, maar ik vind natuurlijk, als je hetzelfde denkt, het is een heel mooi beeld dat Maria er voor je is op het moment dat je sterft. Maar als je het omdraait vanuit haar perspectief, dat zij er voor alle mensen moet zijn die sterven, waar iedereen de hand moet vasthouden, dat is ook een hele grote druk voor die vrouw. Dus daar proberen we ook over na te denken, hoe het voor haar is. En de draak voert oorlog tegen haar kinderen. Het is zo makkelijk om te vergeten wat je moet onthouden. Veenfabriek speelt Maria, Maria, Maria. Onder andere in Leiden, Haarlem en Den Haag. Ik heb wel eens een pizza besteld en dan achteraf gebeld dat ik de pizza niet heb gekregen. En dan een gratis nieuwe pizza gekregen en een gratis drankje erbij. We doen allemaal wel iets waar we eigenlijk liever niet voor willen uitkomen. Maar wat doe je dan stiekem? Doe ik even geen uitspraak over. Een stiekem vriendje met mijn vriendin. Ja, ergens stiekem onder in een flat. Wat doe jij stiekem op je werk? Aan mijn neus eten. Ja, wat doe ik stiekem op mijn werk? Doe ik stiekem op mijn werk? Ik ben gewoon een eerlijke jongen. Naar mooie vrouwen kijken. Kijken mag toch altijd nog wel? Is het MeToo dan met kijken? Er zijn mannen die houden van auto's en ik hou van vrouwen. Simpel. Heb je iets waarvoor je je eigenlijk een beetje schaamt, stiekem? Ik heb een hele vervelende lach af en toe, maar daar schaam ik me niet voor. Maar ik kan me voorstellen dat mensen plaatsvervangende schaamte krijgen. Ik doe trouwens wel, als ik 3 biertjes op heb, dan jat ik wel dingen mee van de kroeg naar huis of van een restaurant naar huis. Dat doe ik wel. Ik heb wel eens een onderbroek met poep in een Peter Pannenhuis verstopt. Van Playmobil. Wc-bordjes, kaarsen, kandelaars, glazen. Onzin dingen. Nou, ik vertel het toch, dan is het niet meer stiekem. Thuis in de schuur, dan plak ik het op de muur wat ik allemaal meeneem. Ja. Waarom zou je? Uit de hand gelopen hobby. Ja, doet niemand dat? Ik had ook een buks een keer. En dan was ik met die buks op schieten op een flesje. En die kreeg een vrouw in de tuin in de arm. Ja, ik ga dadelijk weer 3 biertjes drinken. Ik denk dat ik over 2 uur weer met zo'n bordje in de zak loop. Nee, ik ben niet zo'n stiekem jongen. Ik ben een tamelijk open boek. Geen stiekem gluiperd? Zeker geen stiekem gluiperd, nee. Jij wel, volgens mij. Ja, shit. Nu weet de hele wereld het.